De Brabantseelse werkgeversorganisatie is absoluut niet blij dat de Bergse jachthaven op zijn huidige locatie aan de Theodorushaven moet blijven. Door geldgebrek is een verhuizing van de pleziervaartuigen niet mogelijk. Maar nu er wordt gesproken over uitbreiding op de huidige locatie, gaat de werkgeversorganisatie net iets te ver. Volgens voorzitter Arn van der Vorst van de Brabantseelse werkgeversorganisatie ligt de jachthaven gewoon in een industriegebied. Daarin zijn geur, geluids- en risicocontouren vastgelegd. De werkgeversvereniging hecht er zeer veel waarde aan om die omgeving als industriegebied te behouden. Een uitbreiding zou goed in het eten gooien. Watersportvereniging De Schelde, die de jachthaven beheert, geeft al jaren achtereen te kennen het liefst weg te willen van de huidige plek. Niet alleen liggen de woon- en werkgebied elkaar in de weg, maar ook worden er s'nachts containers gelost recht tegenover de lichtplaatsen.